Een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Dubai. Ik zeg we, Jessica en ik. Hi. We gaan vandaag naar Aqua Venture. Dat is een beetje het grootste waterpark van sowieso Dubai. Voor mij wel in Europa. Voor mij meer dan 12 glijbanen. 12? Een wildwaterbad van iets van meer dan 2 kilometer lengte. Dus ik ga jullie meenemen. Zo, we zijn inmiddels in het park. We hebben een onwijs mooi ziekenhuisbandje. Aqua Venture ligt bij het Hotel Atlantis. Dat is in 2008 geopend. Dat is het meest krankzinnige hotel eigenlijk wat je wel kan vinden. Er zijn twee enorme torens met een mooie boog in het midden. En daar zitten twee koninklijke bruidssuites in. Dat is het duurste hotel van Dubai. Nou, dat inderdaad. Dat is ook wel te zien. We hebben het ook opgezocht. Het kostte ietsje meer dan ons hotel. Klein beetje meer maar. En het is gelukkig nog... zitten echt in the middle of nowhere. Hey, Hollanders of niet, hè? Gewoon zuinig. We zijn er gewoon meer aan het bouwen. Het is gewoon nog niet genoeg. Genoeg rondgelopen. We gaan maar eens even de spullen opbergen. En dan gaan we over naar wat GoPro-actie. Ik gebruik de GoPro Hero 6. Misschien hebben jullie mijn GoPro Hero 6 reviewer gezien. Link staat in de beschrijving. Ik heb daar normaal gesproken een floaty voor dit soort omstandigheden op zitten. Alleen die wordt vanwege veiligheidsredenen automatisch tegengehouden op het moment dat je bijvoorbeeld van een glijbaan wil gaan. Dus dan kan je het beste dus even dat koordje van die floaty er even omheen wikkelen, zodat je in ieder geval om je pols kan doen. Ik heb hem in NTSC mode gezet, waardoor dus nu 240 frames per seconde kan schieten in plaats van 200. Oh. Wat is dat? Eten! De Russen komen! Eten! Oh. Nog even heel handig is dus als je de automatische vergrendeling achter op het scherm even aanzet. Daardoor als het water op het scherm komt, dan denkt de GoPro niet dat het je vingers zijn, waardoor die dus je instellingen kan gaan veranderen. Eten! Overigens kan je dit soort parken vaak ook nog een GoPro huren, maar dat zijn vaak van die kruidvat alternatieven. Het lijkt een GoPro, maar dat is het niet en je weet ook niet echt wat voor kwaliteit daar uitkomt. Ik heb er trouwens een 32 gig micro SD kaartje in en als je nog 240 frames per seconde schiet, dan heb je voor ongeveer, kan je ongeveer 40 minuten opnemen. Maar de accu gaat daardoor wel echt gigantisch snel leeg, dus zorg dat je daar extra wat van bij hebt. Dit is dus de Shark Lagoon. Deze gaat, oh mijn god. Ja, dat zeg ik. Dan ga je dus met de glijbaan dwars door een aquarium vol met haaien. Leuk. Leuk idee. Maar wij gillen niet zo, toch? Nee, wij genieten. Wij gillen niet zo. This show contains scenes that some viewers may find disturbing. Holy shit, dat ging snel. Ik kan zeggen wat je wil, maar ik vind het best een goed waterpark. Water? Er staat letterlijk elke 15, 20 meter staat er een fotograaf. Die maakt een foto van je en dan scan je dus dat polsbandje. En dan
Bij de Efteling doen ze zoiets natuurlijk ook en dan kost het je nou, ongeveer 15 euro per foto. Hier betaal je 10 euro voor dat bandje en dan mag je onbeperkt die foto's uitkiezen. Dus dat is wel echt, echt heel goed geregeld. Even kijken of we er een beetje op staan, Jess. Jij ook. Kan mij ook hebben? Dat werkt wel echt slim, hè? Dat was ik met de GoPro. Nog even genoeg gegild. Het gekke is dat ze gewoon ook gewoon van een strand van heb ik jou daar aangelegd met ongeveer iets van 700 lichtbedden. Echt bizar. It's time to close. Almost 5:30. Tijd om te gaan, zeg je Jess. Ben je klaar mee? Goed, ga ik de vlog ook afsluiten. Het was een iets andere video dan jullie van mij gewend zijn. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Druk even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei! Zeg ik nog een dag? Doei!